Chris van Lijzenbetten zit hier nu voor u, maar wie ik ben is niet wat je ziet. Ik denk dat ik een soort Peter Pan ben van binnen, die altijd jong wil zijn en altijd kies om met jongeren en kinderen actief bezig te zijn en leuke dingen te doen. Maar op een of andere manier komt die binnenkant wel naar buiten wanneer dat ik met mensen bezig ben. Vooral kinderen zien natuurlijk meer de binnenkant dan de buitenkant. En eigenlijk is dat nu ook precies hetgeen dat ik dan als filosofie in de werking van Habekrats dan en eigenlijk als levensfilosofie gebruik. Eigenlijk wil je de mensen leren of de maatschappij leren van kijk, als je die kinderen op een positieve manier benadert en je vraagt er respect voor terug, dan zijn dat best mooie jongeren met talent, wat dat vergeten wordt. Ik besefte dus niet dat je daar professioneel iets mee kon doen. Daarmee ben ik laborant geworden. Hè. Ik was geïnteresseerd in chemie. In de kelder bij ons thuis stonden allerlei producten. Boven was de winkel. De klanten moesten soms gaan vluchten omdat de rook uit de kelder kwam. Omdat ik ook vuurwerk en alles probeerde natuurlijk. Maar het was niet de chemie met de producten, maar de chemie tussen de mensen die ik eigenlijk misschien beter kon. Wij wilden eigenlijk iets op touw zetten, en zeker Chris, voor specifiek die andere kinderen. Die kinderen die uit instellingen komen, die het wat moeilijker hadden thuis. Het was eigenlijk een droom voor hem eigenlijk om zoiets te kunnen realiseren. De opvoeding van kinderen en jongeren reikt eigenlijk verder dan we denken. Je bent niet alleen die kinderen en jongeren aan het opvoeden, maar via die kinderen en jongeren ben je je maatschappij aan het opvoeden. Waarom wij voor Habekrats kiezen is eigenlijk zeer eenvoudig. Het gaat om de jeugd en de jeugd is onze toekomst. Dus als we onze toekomst willen verzekeren, dan moeten we zorg dragen voor de jeugd. Chris doet dat met Habekrats op een formidabele wijze. Dit gaat om iets heel serieus. Alleen, je mag het niet op die manier aanbieden aan die kinderen zelf. Het moet iets vrolijks blijven, het moet iets kleurrijks blijven. De jeugddienst voor dit soort kinderen moet mooi zijn. Die moet aantrekkelijk zijn, je moet daar alles voor doen. Je moet geen flyers in zwart-wit gaan uitdelen. Nee, je moet mooie boekjes maken, dat iets van waarde is voor die kinderen. Ja, hij heeft dat zien geboren worden en zien evolueren tot in het oneindige. Er komen altijd maar trefpunten bij. Hij is de bezieler van het zoeken naar huizen eigenlijk, naar mecenassen. Hij gaat spreken bij organisaties en scholen en serviceclubs. Ik zeg dat ook vaak, van Chris, jij leeft twee levens tegelijk. Je bent zo snel aan het leven, je doet zoveel dingen. Ja. Dat is Chris. Hij is daar dag en nacht mee bezig. Dat is gewoon. En hij heeft dan ook nog tijd gevonden om twee pleegkinderen te adopteren als hij een jaar of 10 terug. Ja, Chris is iemand die het goed wil voor iedereen. Die heel levendig is en altijd zo grappen maakt. En allemaal zo verhaaltjes en heeft veel fantasie ook voor aan de kinderen te vertellen. En wij vonden dat eerst in het begin was zo raar. Zo. Maar ook een soort, in mijn ogen, een soort van ziener van die probeert nieuwe paden te bewandelen waar de andere mensen nog veel te veel schrik hebben van oei, wat gaat er allemaal gebeuren. Het is een wereldverbeteraar, punt. En eigenlijk is dat het kernwoord daar. Ja. Je voelt onmiddellijk dat het oprechte passie is bij hem. Oprechte goesting om het voor de jeugd op te nemen, ongeacht afkomst, herkomst, verleden,
Dat speelt bij hem allemaal geen rol. En ik denk dat die misschien onvoorwaardelijke liefde voor de jeugd ook zijn grootste troef is. Ik kijk ook wel op naar Chris, omdat hij zoveel zijn liefde en zijn ziel insteekt voor Rabokrats. Dat zijn ook een beetje zijn kinderen, die jongeren. Hij is zo de grote papa van al de arme kinderen, de kinderen die het moeilijk hebben. Hij is iets ongelooflijks. Dus het is ook een coördinator die nog altijd op de vloer heel sterk staat tussen zijn kinderen. En die ook eigenlijk niks anders wilt. Maar het is ook genieten, hè. Want je weet van overal is het goed bezig. Ik moet eigenlijk niet veel doen als het plezier beleven van de resultaten. Dus die van die kinderen die zich amuseren. Ik geloof in wensen doen, hè. Habekrat zoals het nu is het Habekrat zoals ik het gewenst heb. Maar ik wil ook met Habekrat aantonen, blijf geloven in je droom. Je gaat heel veel vallen, maar je moet heel veel weer proberen op te staan. Ik denk dat het echt wel het verschil maakt. De jeugd is goed bezig, Chris is ook heel goed bezig. Dus ik hef mijn glas op zijn toekomst en op de toekomst van Habekrat. Chris, gezondheid.